staat heerlijk te genieten van de Dave Chavez Band. Wat vindt u ervan? Ja, het klinkt wel goed. En zijn er nog meer dingen waar u vandaag heel erg naar uitkijkt? Nee, vandaag niet, maar omdat ik naar een verjaardag moet. Maar in ieder geval, morgen kijk ik wel uit naar bepaalde dingen, ja. Ja, Danny Christian, André Hazes junior. Ja, daar is... Wannabes. Ja, nee, André Hazes junior, dat is het mij helemaal om te doen. Want ja, vroeger was ik veel van André Hazes. Groot onderdeel natuurlijk van de vrijwilligers is ook de fotografie. Want ja, dan moeten natuurlijk... gelukkig hebben we de foto's nog, is het gezegde. Peter, gaat het goed? Het gaat fantastisch. Je bent er even bij gaan zitten. Ja, na 3 dagen lopen is dat wel even lekker. Ik zie jou van hop naar her vliegen. Voor het podium, op het podium, achter. Heb je er al op gestaan eigenlijk? Op het podium, ja. Bovenop bedoel ik dan? Nee, alleen in de toren achter het geluidskar in het midden. Heeft het al mooie beelden opgeleverd, denk je? Ja, absoluut. Ja, zo'n mooie licht en een mooie band zoals gisteravond. Hoop drukte. En vandaag met een hoop mensen op het veld. Ja, dat levert altijd goede beelden op. Waar kunnen we de foto's na afloop van het feest gaan bezichtigen allemaal? Nou, in ieder geval op maasboulevard.nl en ja, er staat ook een linkje naar Varlagraaf. Daar komen ook nog wat extra foto's op te staan. En er zijn ook van de afgelopen jaren foto's terug te vinden. Ja, hartstikke mooi. Peter, ik nog heel eventjes succes, veel plezier en geniet er ook een klein beetje van. Ja, doe ik zeker. Ik heb de mooiste job hier. Ik mag overal komen. We staan op de markt op het Maasboulevard terrein. Ik sta bij de caravan van Hof van Delftland. En ja, wij waren toch wel heel nieuwsgierig wat je hier kon doen. Dus de grote vraag is, ja, wat kunnen de mensen hier gaan doen? Nou, de mensen die kunnen hier eigenlijk allemaal informatie krijgen over het gebied. Zoals je ziet, zie je daar de kaart. Het gebied is het hele groene gebied tussen Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Pijnakker en ook Schiedam. Waar heel veel leuke dingen te doen zijn, maar heel weinig mensen over weten. Dus wij gaan ze eigenlijk daarover informeren. Wat er allemaal te doen is voor leuke dingen deze zomer. Waar ze heen moeten gaan. Wat plekken moeten zijn waar ze eigenlijk moeten zijn. En daarnaast kunnen mensen op de foto met de caravan. We hebben hier een aantal verkleedkleding. Die kunnen ze allemaal aantrekken. Nou, jij hebt al een mooie hoed en een pijp op. En dan kunnen ze op de foto. Dus dan kunnen ze met een Polaroid foto worden gemaakt. En die kunnen ze meenemen naar huis. En daarnaast kunnen ze ook zelf op de foto en een Facebook foto plaatsen. En dan maken ze kans op prijzen. En wat voor, dat ben ik toch wel heel nieuwsgierig. Als ik kans op prijzen kan maken, dan ga ik het zeker eventjes doen. Maar wat kan ik dan winnen? Reisje Delftland? Nou, we kunnen er nog niet veel over loslaten. Maar er zijn heel veel leuke ondernemers bij betrokken. Dus het kan in de categorie zijn streekproducten of een leuk uitje. Kanotocht ergens in Hof van Delftland. Of fietstocht of bezoek bij de boer. We hebben deze zomer ook streektafels. Er gaan jonge culinaire ondernemers die gaan langs bij boeren om daar lekker te koken met streek. Producten. Dus wellicht maak je wel kans op zo'n prijs. We staan op de markt bij een heleboel gezellige kraampjes, maar zo ook een van de belangrijkste kraampjes, hè, want er moet ook gegeten worden tijdens festiviteiten. We staan bij de kaasboer en dan echt met de nadruk op boer, want deze meneer kon mij net een heel mooi verhaal vertellen over het verschil tussen boerenkaas en fabriekskaas. Wat kunt u dan de kijkers ook even vertellen wat nou eigenlijk het verschil is? Ja, de fabriekskaas, dat is melk van de koe, dat gaat naar de fabriek toe. Dat wordt gesteriliseerd, 110 graden. Zijn alle bacteriën eruit. En zoals wij dat noemen, wordt die na die tijd bewerkt. Dan halen ze de vetten eruit voor de slagroom, roomboten, et cetera, et cetera. Er zit er dan niets meer verder in. Dan wordt er kaas van gemaakt. Wij boeren is melk van de koe, maken we gelijk kaas van. Maar er zijn boeren die de melk nog pasteuriseren tot 75 graden. Maar de meesten doen het allemaal puur natuur. Dus het is geen biologische kaas, het is gewoon boerenkaas. Rauwe melk. En dat doet ook nog best wel wat met de smaak van de kaas? Zonder meer, ja. Er zit een andere smaak aan natuurlijk, hè. Is het dan ook dat de smaak van boerenkaas een soort intensiever is dan de smaak van fabriekskaas? Ja, dat is per persoon is dat verschillend. Dus dat is een individuele smaak. En dan zie ik dat u niet alleen kazen heeft staan, maar u heeft ook een hele collectie sambal. Hoe bent u daaraan gekomen? Ja, dat is in het verleden dus kennissen die dus op de Passer Malam stonden met sambals. Dit jaar ben ik ook overgegaan op de sambal, alleen nog is een beetje veranderd. We hebben dus ook geprobeerd om de Nederlanders, de Blanda, een beetje sambal te laten eten. Dus we hebben een heleboel smaken. Daar zit dus minder zout in, minder scherp, minder
minder pikant. Dus eigenlijk ook voor de Nederlanden. Maar we hebben gewoon de zambals die lekker heet zijn. Dus de bekende. Ja, dan loop je hier langs en dan zie je ineens een kraam staan met choco kebab. Nou moet je mij toch gaan uitleggen. Ik ken het fenomeen kebab, maar choco kebab. Ja, dat is een pannenkoek. Er komen slagroom op, de topping naar keuze. Ja, dan kunt u nog kiezen uit aardbeiensaus, kerstsaus, karamelsaus en chocoladesaus. Ja, dan kun je bijvoorbeeld nog aardbeien of bananen erop doen. En dan komt er vers geschaafde chocola bij uit Italië. Dus het is eigenlijk meer een soort, ja, een soort toetje als dat je zou zeggen het is een hoofdgerecht. Ja, eigenlijk wel, ja. Kan ik hem ook met vlees krijgen? Nee, dat lijkt me niet zo heel lekker. Mensen, je ziet het op het Maasboulevard feestterrein, valt van alles te beleven. Zo ook een leuke kermis, leuk voor de kinderen, maar ook voor de ouderen. Je ziet het, Maasboulevard, en wij zijn er helemaal bij met MBF TV.